Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Het trekt veel bewolking over het land en er zitten ook felle witte wolkenplukken op de satellietfoto. Dat zijn buien die van west naar oost over het land trekken. En dat zijn toch behoorlijk stevige exemplaren. Het kan er bij onweren, er kan plaatselijk veel regen in korte tijd vallen, en zelfs wat de hagel is mogelijk. De wind valt. Over het algemeen dan nog wel mee. Die draait geleidelijk naar het westen tot het noordwesten, maar gaat later in de middag wel verder toenemen dan naar matig en aan zee vrij krachtig of zelfs krachtig, windkracht 4 tot 6. De temperatuur ligt nu zo tussen de 18 en 22 graden. Vanavond zijn de buien naar het oosten weggetrokken, dan klaart het af en toe flink op. Al vanwege de avond is het dan een graad of 15. Over de komende nacht daalt de temperatuur verder, na zo'n 14 graden in de kustgebieden, tot 10 graden diep landinwaarts. In eerste instantie zijn er nog wat opklaringen en de wind gaat ook afnemen, maar later in de nacht raakt het geleidelijk aan bewolkt op de meeste plaatsen. En aan het einde van de nacht zou in het noordwesten al een eerste spat regen kunnen vallen. Morgen overdag gaat op veel meer plaatsen af en toe wat lichte regen vallen, met name in het noorden van het land en ook in het midden en oosten. In het zuidwesten denk ik dat de kans op regen het kleinst is, maar ook daar is misschien af en toe de paraplu nodig. De laagste temperaturen hebben we morgen in het noorden, 18 of 19, en in het zuiden wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Verder waait er een overwegend matige wind uit westelijke richting. Dan de dagen daarna. Op zondag ziet het weerbeeld er eigenlijk heel aardig uit. We hebben geregeld zon. In het binnenland zou een enkel buitje kunnen ontstaan. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt weer wat warmer. Het wordt zo'n 21 graden in het noordwesten. Tot net aan een zomerse 25 graden al in Limburg. Dan op maandag. Even weer een iets lagere temperatuur, dat heeft te maken met de wind, die draait dan naar het noorden tot het noordoosten. Daarmee stroomt even wat koelere lucht binnen. In de ochtend valt misschien nog een beetje regen in het midden en zuiden van het land, maar die trekt al snel weg en dan breekt de zon goed door. Op dinsdag waait de wind uit een oostelijke richting. En dan komt echt warmere lucht het land binnen. Dan wordt het 24 tot 28 graden met volop zonneschijn. En daar blijft het ook niet bij. Want op woensdag dan gaan we zelfs richting 30 graden op een aantal plaatsen in het binnenland, gemiddeld zo over het land een graad of 27. De dag begint met redelijk wat zon, maar dan wordt het vochtig warm, een beetje benauwd. En dan weten we eigenlijk al wel wat er gaat gebeuren. Want laat op de dag dan groeit de kans op regen en onweersbuien. En zoals het er nu naar uitziet, krijgen we ook donderdag, vrijdag en in het weekende wat erop volgt ook te maken met een aantal buien, mogelijk met onweer. We zien op deze 15-daagse grafiek dat de temperatuur dan ook weer wat inlevert. Maar toch, met een middagtemperatuur zo tussen de 23 en 25 graden, is het eigenlijk gewoon normaal weer voor de tweede helft van juli. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.